Gary had seen the garden cities. Well, of course, you have to very often the slums, like for the workers of the textile factories. And then there was a gentleman, and his name was Howard, and he set up the garden city movement. So to integrate in a certain system, very often around streets, in the of architecture and urbanistic plans into nature. And he divided it into 60 plots of land for 60 houses, and he asked his friend Gandhi to design the public installations here. And when everything was finished, nobody wanted to buy a house because Mr. Green had made a mistake. He thought his friends, those new rich where I told you about, also wanted to come and live here, but they lived along the beautiful new avenues and in beautiful, as I said, richly decorated houses, and they were not at all interested to live outside Barcelona in between the trees. So it was not a success. Mr. Güell died in 1900. Gaudí die heeft altijd gezegd, ik heb maar uit één groot boek geleerd, dat is de natuur. Dus dit park was een kolfje naar zijn hand. En net voorbij die bruggen dus, daar ziet u een rozekleurig huis. En dat was het modelhuis. Dat was dus om de eventuele klanten een idee te geven van wat ze hier konden bouwen. Dat is niet door Gaudí zelf ontworpen, maar hij heeft er wel gewoond. Hij was nooit getrouwd. De laatste maanden van zijn leven, net eigenlijk voordat hij stierf, een paar maanden voor die tijd, is hij in een studiootje in de Heilige Familiekerk gaan wonen. En hij stierf in 1926, hij was toen 74 jaar oud, door een ongeluk en is door een tram aangereden en is als gevolg daarvan overleden. Ja, en dan daarna komen we dus op dat centrale plein en daar dus aards bekend. En ook toiletten, die zijn toevallig naast het terras, maar dat heeft er niks mee te maken. De toiletten zijn dus openbaar, dus je heeft niet de verplichting om iets op het terras te gebruiken om naar de toiletten te gaan. So, ladies and gentlemen, when we get to the park, I will take you in, I will walk in with you. And then, just only to show you where you find everything. And then afterwards you have free time and can have a walk around yourself and do whatever you like. And we meet each other back at the coach then again. You will see there are also public toilets here, which have been made completely out of natural stone. And they are also imitations of the nature. You can see there are trees and they look like palm trees as well, or even caves. Gaudí has always said, I have learned from one big book, and this is nature. So this park was really ideal. You can see it, that we're going up the hill here now. We'll be leaving again from the park at 11:30. 11:30, is that okay? And then we'll meet each other at the parking place at the coach again. Dus, dames en heren, we gaan er om 11:30 weer vertrekken. En dan zien we elkaar dus weer bij de bus. 11:30. Zoals ik zei, ik loop nu even met u mee.
nie, proszę cię, biedny samochód. Ja proszę. Czy facie rodzice? Tot. Tu przy spółce. A sam do bez. Hier aan gewerkt. Toen hij stierf, stond er nog maar één groep van vier torens en die was ook nog geen eens af. Die hebben ze afgemaakt na zijn dood. Toen hebben ze het zo laten staan. Toen zijn ze in de 50er jaren doorgegaan. En nu, dat is gisteren dus gepubliceerd, wordt er verwacht dat hij in 2026 af zal zijn. Het is dus zo, dames en heren, dat deze kerk nooit is afgeweest en is verwoest of wat dan ook. Hij stond er gedeeltelijk tijdens de burgeroorlog. Toen zijn er bombardementen geweest, is er het een en ander van verwoest. Maar de kerk is nooit afgeweest. Ze zijn er dus altijd aanwezig geweest. Dus nu dus over 13 jaar zal het af zijn waarschijnlijk. Het is helemaal symbolisch. Op deze moment, op dit moment staan er twee groepen van vier torens. Maar als die af zal zijn, zullen er 3x4 torens zijn. 12 in totaal, symbolisch voor de 12 apostelen. De 3 torengroepen zijn 3 gevels, symbolisch voor de 3 eenheid. En elke gevel heeft ook weer zijn symboliek. Het is de geboorte, het lijden en de glorie van Christus. Dus op dit moment staan er 2 zijgevels, die zijn bijna helemaal af. De geboorte van Christus, die was dus gedeeltelijk al af toen Gaudi stierf. De tweede, het lijden van Christus. En de hoofdgevel, de glorie, die moet nog helemaal gebouwd worden. De hoogste toren voor Jezus Christus, 172,5 meter. Daaromheen 4 torens voor de 4 evangelisten en 1 voor Maria. 18 torens in totaal, de totale capaciteit van deze kerk, 8000 mensen. Dus op dit moment 65% van het gebouw is klaar. Maar ze zijn er ook aan het restaureren, dus het blijft maar doorgaan. U zal ook zien, dames en heren, dat er verschillende kleuren zijn. Dat is niet omdat ze met verschillende materialen gewerkt hebben. Er zijn wel verschillende materialen binnen in de kerk, maar aan de buitenkant is het allemaal zandsteen. En dat heeft dus gewoon het vuil van de grote steden, dus van Washington, de façade of the birth of Christ. So you already see that this building has got different colors. This is not because it is different materials, although inside different materials have been used. But it is sandstone and it has absorbed the contamination of Barcelona. So the older it is, the darker. But this is nowadays also not even completely true, as they are cleaning it also. What you can also see is that they have not started from underneath and built it up bit by bit, but they have built in different. We lopen er dus even heen, dat is 5 of 10 minuutjes. En dan lopen we ook weer terug. Ik breng u dan naar een bepaald trefpunt eventjes. Ik heb een geweldige paraplu bij me, die kan u volgen. Daar kan u dan altijd makkelijk op oriënteren ook. En daar vertrekken we dan ook weer vandaan te voet terug naar de bus. Mocht u nou toch onze groep kwijtraken of wat dan ook. Deze straat hier waar we nu zijn, die heet de Diagonaal. Dus altijd vraagt u dan naar de Diagonaal ter hoogte van de Sagrada Familia kerk. On the Ramblas, on your left-hand side, you find many little streets. And it's also plenty full with shops. Shops are open the whole day, so they don't close at midday. And then you get into the Gothic quarter around the Gothic Cathedral. If you're interested to visit this cathedral, the entrance fee is €6.
Then you can also walk down further to the Statue of Columbus, but if you have seen the flower market, the market hall, that is the most important part of this Ramblas. After the flower market, the Ramblas continues, but this is where we find these expensive terraces where I told you about. Just only on the central square, on the pedestrian area, the pedestrian central square of the Ramblas are the expensive terraces. If you go to any other. En als u dan een beetje daar die wijk inloopt, dan komt u dus ook in wat ze de gotische wijk noemen, dus het historische hart, om de kathedraal heen, de gotische kathedraal. Als u die zou willen bezoeken, dan kan dat, dus een intreeprijs van €6 voor. De straat hier aan onze rechterhand is ook weer de Diagonaal, waar we net ook al stopten. Het is de langste verbindingsstraat die door Barcelona loopt, 11 kilometer. The street here on the right-hand side is once again the Diagonal. This is the longest street that crosses through the city with a length of 11 kilometers. So ladies and gentlemen, the word Ramblas really means sand, because before there was a dry riverbed going down from the hills behind Barcelona down to the sea. First of all, it was next to the city. In the 14th century, they started to build at the other side. Then it became the center. Hier, dames en heren, is ook nog een huis van Gaudi. Het heet de Pedrera, oftewel de steengroeven. En dat het er als een hele grote, massieve steenblok uitziet. Maar officieel wordt het het Milá-huis genoemd, omdat dit dus gebouwd is voor de familie met die naam. Ja, op zo'n hoek is het natuurlijk heel moeilijk om een huis te maken, een appartementengebouw, zeg maar. En daar ook nog licht. Vandaar dus dat er binnenin twee binnenpleinen zijn en daaromheen de appartementen gebouwd. De familie woonde in een appartement op de eerste etage van 1200 vierkante meter. Dat is wat, hè, om schoon te houden. De Gracia. Nou, je will see all the shops of Chanel, Dior, Armani, Trussardi, Hermes. But you'll also see more normal shops in between. This is really a very nice and exclusive shopping mall. And if you would like to come back here, if you have a big purse with you or a golden credit card, you can come here. It is right at diagonally at the opposite from where we are going to stop. So we stop near the entrance of the Ramblas, but you can cross the square and you come back, can come back to this avenue. Maybe also, for those of you who would like to see the house, inspired on the famous water lilies of Monet, here on the right-hand side. Here, just next to the corner, hier net naast de hoek rechts. Het wordt ook wel het bottenhuis genoemd, omdat de pilaren, hè, die de balkons stutten, dat zijn net botten, ziet u wel. En het keramiek op de gevel, dat is geïnspireerd, zeggen ze, op die beroemde schilderij de waterlelies van Monet. En dan hier rechts op de hoek ook nog een heel mooi gebouw. Dat is van een collega van Gaudi en die heet Domènech i Muntaner. Moet u maar eens een keertje opzoeken of even googlen. Hè? Want die man die is hier ook heel beroemd. Vanuit die woonkamers dus over deze boulevard kijken. Want ze waren er zeer trots op dat ze hier konden wonen. Beneden was dan vaak winkelruimte en de andere verdiepingen werden in kleinere appartementen verdeeld. So very often you can see that the first floors consist of glass, like here on the left, or covered balconies. The people who lived here had their living room on the first floor, so they could overlook the avenue and could be seen as well, as they were very proud that they could live here. The other floors were usually divided into smaller apartments and rented out. And underneath were shops. It was rented out for shops. And here on the right-hand side, on the corner, we can see the Apple Store. So it's always easy to find back this avenue. Hier op de hoek van deze Paseo de Gracia met Plaza Catalunya is de Apple Store, ziet u wel, hier rechts. Dus dat is makkelijk terug te vinden. En links een groot warenhuis, 9 verdiepingen hoog. Nou, kort in bles. On the left, a big department store. 9 stories high. In de Apple Store hier rechts, ziet u wel. Now we are going to stop, just to give you an idea, at where you see Renf and San Miguel there on top of the building. And Samsung. Wij stoppen daar waar u Samsung ziet, ziet u wel, daar links. Bovenop het gebouw San Miguel Renfe. Dat is dus vlakbij de Ramblas en ook vlakbij het Hard Rock Café. Dus mocht u de weg kwijtraken, vraagt u dan naar het Hard Rock Café. En daar gaan we dan weer vertrekken om 3:15 uur. Ja, kwart over drie.
3:15 gaan we daar weer vandaan vertrekken. Hier is het heel moeilijk, dames en heren, die kleine straatjes. Dan dat is het belangrijkste. Dus hier rechts de Ramblas. So here on the right hand side you can see the Ramblas. You can see there is traffic here on both sides, and then in the middle this pedestrian area. This is where the riverbed was. Now, when you walk down, you get to the flower market. After the flower market are those expensive terraces. But I've told you, I'm only talking about those terraces on this central avenue here. That are so expensive. Schutspatronessen van deze stad. Maar vroeger was dat een ander, dat was Sint-Eulalia. En die is dus nu niet meer de belangrijkste schutspatronesse. En die is zo nijdig dat ze het tijdens de feestdagen van de concurrentie, dus om het zo maar te zeggen, van de Verstegen bijna altijd laat regenen. En dat is dus 24 september volgende week. Dus dan, het is niet al elk jaar natuurlijk zo, maar heel vaak regent het om die tijd. Of course, it's not every year that it rains on the 24th of September. So keep the facade of the bullring. So this is how they have knocked down everything inside. They have kept the facade and integrated it into a completely modern building, which is also covered by a roof. So that they could build also parking places underneath. They have, as I said, knocked down everything inside. Fixed the facades on a big concrete ring so that it could excavate underneath to make parking places as well. Because when this building was built 100 years ago, obviously there were no cars any just yet. Here on the right hand side, you see the building. Hier rechts, dames en heren, zien we een arena. En u ziet, die staat op een grote betonnen ring gegeven. Ze hebben alles binnenin afgebroken, want die arena werd al lang niet meer gebruikt. En toen hebben ze dat dus helemaal dus vastgezet op die ring, opgetild, zodat ze eronder konden uitgraven, zodat ze parkeerplaatsen konden maken. Want het is tegenwoordig een winkelcentrum, zo ook helemaal overdekt. Dus dat is een vroegere arena die niet meer gebruikt wordt, wat tegenwoordig een winkelcentrum is. En hier is het plein van Spanje. We zien hier een monument met drie kanten, symbolisch voor de drie zeeën om Spanje heen. So here we can see the Spanish Square. You can see a monument, symbolic of the three seas around Spain. And then in a moment, on the right-hand side, we can see a very big building. It is the National Palace. It was the pavilion of the exhibition of Barcelona of 1929. Nowadays, the Museum of Catalan Art. Dus, dames en heren, zometeen zien we rechts een heel groot gebouw op de achtergrond. Dat is het Nationale Paleis. Dat was nooit een of the patron saints. Het is de main feast of Barcelona. Dus je ziet ook hier zijn ze bezig om podiums op te zetten en alles voor te bereiden voor de feestelijkheden ter gelegenheid van de naamdag, de feestdag van de schutspatronessen. Belangrijkste stadsfeest dus aanstaande week. We zijn hier op een weg die de parallel heet. Die ligt precies op een parallel van de aarde, op een breedtegraad. So here we are on this parallel again, exactly situated on parallel of the earth. And we are going now up the Montjuïc Hill behind the exhibition buildings, as you can see. We gaan dus nu langs. Om ons te herinneren dat Columbus hier in deze haven is aangekomen nadat hij Amerika had ontdekt. De koning en koningin van Spanje waren hier in Barcelona. We moesten dus vanwege die aanslag op de koning naar dat klooster toe gaan, wat ik vanmorgen heb aangewezen.
En in ieder geval is hij dus hier in de haven aangekomen als bewijs dat hij nieuw land gevonden had. Had hij exotische planten en dieren bij zich en ook 6 personen. En die noemden ze Indianen omdat ze gevonden, dat ze dachten dat Columbus gevonden had wat hij ook zocht. Namelijk een nieuwe route naar de Indië via het westen. Hier links de vroegere koninklijke scheepswerf, hier on the left, de former Royal Dockyards, now Maritime Museum. Het is tegenwoordig het scheepvaartmuseum. Het is het gebouw hier. De harbor and the sea. Spanish people love fish, but a lot of it is imported now. Dan hier rechts op de achtergrond zien we weer een leuke bus, op de voorgrond allereerst. En dan op de achtergrond dus de vroegere havenwijk, La Barceloneta. Gypsy population. Deze wijk hier links, die heet de Mina en die is bekend vanwege het hoge percentage van de zigeunerbevolking. Er worden ook vaak hele goede flamenco festivals gehouden. Dat is eigenlijk een ambicht daarvan dat er al veel zigeuners hebben gestaan van deze kunstuiting. De Armeni Flamenco festivals held here in this quarter is the origin really of the flamenco dancing is of the gypsies, and still very much vintage related for them as well, although there are also non-gypsy, very good non-gypsy flamenco artists and dancers. Is it too cold here? Yeah, it's cold. Yeah? Okay, that's cold. Yeah. 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 Yeah.